heb wel eens last gehad van mijn onderrug, maar eigenlijk nog nooit van mijn nek. Tot 4 maanden geleden. Toen werd ik van achter aangereden door een bestelbusje. En het was gelukkig niet al te hard, maar er was wel wat schade. En erger, ik had meteen last of pijn in mijn nek en ik was misselijk. Het begon met wat stijfheid in mijn nek, eigenlijk aan het eind van een werkdag. En het ging langzaam over richting mijn schouders. Werd ook steeds wat erger, kreeg er steeds eerder last van, werd steeds wat heftiger. En op een gegeven moment begon ik er echt tegen op te zien om 8 uur achter elkaar te werken. Ik heb al jaren last van mijn nek. Het komt en het gaat. Soms is het een paar weken en dan is het een paar maanden niet. Waardoor het gekomen is, weet ik eigenlijk niet precies. Nekpijn is een zeer veel voorkomende klacht. 3/4 van de Nederlandse bevolking zal op enig moment in het leven last krijgen van zijn of haar nek. Zelden is er echter sprake van een ernstige aandoening. Zelfs als de nekpijn het gevolg is van bijvoorbeeld een ongeval. De pijn neemt in de eerste weken vaak vanzelf af. Bij sommige mensen verdwijnt die pijn volledig, terwijl andere mensen meer klachten blijven houden. Dat wil niet zeggen dat er bij die mensen iets ernstigs aan de hand is. Een fysiotherapeut kan u wat gerichte adviezen geven. Oefeningen om de nek beter te laten bewegen en ook u met minder pijn te laten functioneren. Nekpijn kan verschillende oorzaken hebben. De meest bekende oorzaken zijn nekpijn als gevolg van een ongeval, een verkeerde werkhouding of stress. We weten bij nekpijn wat het gevolg is van werk, dat het meer voorkomt bij mensen die een zittend beroep hebben. Bij mensen die aan het einde van de werkdag vermoeid zijn. En ook bij mensen die gedurende de dag veel dezelfde bewegingen moeten maken. Nou, ik heb een vrij drukke baan. Dat betekent dat er soms echt weken achter elkaar zijn waarin overwerken meer regel is dan uitzondering. En ook als je dan 's avonds thuis komt en de kinderen liggen op bed, pak ik nog regelmatig even mijn laptop erbij om wat zaken af te ronden. Op werk zelf ook. Ik merk dat pauzes erbij inschieten, dat ik mijn lunch achter mijn bureau opeet. En in het weekend merk ik dat ik daardoor eigenlijk juist veel minder energie heb en bijvoorbeeld niet eventjes naar het zwembad ga om te zwemmen, wat ik normaal wel doe. Nou, direct na de aanrijding kwam er een ambulance en die hebben even naar mijn nek gekeken en vastgesteld dat er eigenlijk niet echt iets ernstigs aan de hand was. En ze gaven toen het advies om even rustig aan te doen, maar ook om zeker wel te blijven bewegen. En nou, dat vond ik, met name dat vond ik best wel eng die dag, omdat het behoorlijk pijn deed en ja, ik er gewoon last van had. We weten dat mensen die nekpijn hebben als gevolg van een ongeval doorgaans goed en snel herstellen. Dit herstel gaat sneller bij mensen die actief zijn, die veel blijven bewegen. We weten ook dat het herstel wat vertraagd kan zijn bij mensen die wat angstig zijn, neerslachtig zijn. Of mensen die het idee hebben dat er iets ernstigs aan de hand is in de nek na het ongeval. U kunt contact opnemen met een fysiotherapeut wanneer u advies wilt. Maar ook wanneer de nekpijn in de afgelopen 3 weken nog niet is verbeterd. Of wanneer de nekpijn invloed heeft op de activiteiten in het dagelijks leven. Bij mensen met nekpijn is er over het algemeen geen ernstige schade aanwezig, ook niet na een ongeval. Als we röntgenfoto's maken of een MRI, dan zien we wel vaak afwijkingen, zeker bij mensen die wat ouder zijn, zoals slijtage en een hernia. Maar die afwijkingen komen ook voor bij mensen die geen nekpijn hebben. Stel je vindt slijtage, dan verklaart dat nog niet waarom je op het ene moment wel last hebt van je nek en op het andere moment niet. Ik heb meer last van mijn nek als ik mijn oefeningen niet genoeg doe. Als ik erg gestrest ben vanwege mijn werk, veel telefoontjes krijg, dat voel ik direct in mijn nek. Uit onderzoek weten we dat mensen die lekker in hun vel zitten, een gezonde levensstijl hebben en weinig angst of stress ervaren, snel herstellen. Aan de andere kant, als mensen een ongezonde levensstijl hebben, roken, weinig lichamelijk actief zijn en misschien wat bijkomende klachten hebben, die hebben een langzamer herstel. Ik heb pijnstillers gekregen van de huisarts. Die gebruik ik dan in zo'n periode. Daardoor kan ik beter mijn oefeningen en mijn dagelijkse bewegingen doen. Simpele pijnstillers kunnen erg effectief zijn bij nekklachten. Dan is het wel belangrijk om de pijnstillers op de juiste manier in te nemen. Dat wil zeggen op regelmatige tijden, dus 3 tot 4 keer per dag, in plaats van op het moment dat je de pijn voelt opkomen. En die pijnstillers op zich zullen er niet voor zorgen dat de nekklachten weggaan, maar het zorgt er wel voor dat je de pijn minder voelt. Zo kun je vrijer gaan bewegen en dat kan wel zorgen dat de nekklachten minder worden. En het is niet zo
dat je door het slikken van pijnstillers dingen kapot kan maken in de nek. Als mensen pijnstillers kopen bij de drogist of de supermarkt, dan is het belangrijk dat ze de bijsluiter er lezen. Hebben mensen ook andere medicatie of een andere aandoening, dan is het toch raadzaam om met de arts of de apotheker contact op te nemen. Op mijn werk, als de telefoon gaat, rek ik mij eerst even uit voordat ik de telefoon opneem. Daardoor pas ik het aan in mijn dagelijkse routine. Als ik dat niet doe, dan weet ik dat het mijn nek veel erger wordt, dat het meer op mijn nek slaat. Ik ben ook nog bij een fysiotherapeut geweest en die heeft me oefeningen laten doen om mijn nek beter te bewegen en om hem weer sterker te maken. En ik ben ook weer gaan badmintonnen. Daarbij merkte ik zeker dat ik, doordat ik hem enkele weken niet zoveel heb bewogen, echt had ingeboet op mijn snelheid en kracht en eigenlijk algehele conditie. Maar dat is gelukkig ook weer helemaal goed gekomen. Sporten draagt bij aan een gezonde leefstijl. Het geeft je wat meer energie en je kunt er vaak wat beter door gaan slapen. Je bent wat meer ontspannen en deze ontspanning heeft een positief effect op de nekpijn. Een fysiotherapeut kan u adviseren over welke oefeningen goed zijn voor uw nekpijnklachten. Deze oefeningen hebben als doel om u beter te laten bewegen, zodat u ook minder pijn ervaart. Het kan wel zo zijn dat de oefeningen in het begin juist wat gevoelig zijn of pijnlijk zijn. Dit is vervelend, maar dit kan geen kwaad. In de nek geldt immers, pijn staat niet gelijk aan schade. De eerste dagen na het ongeval ben ik thuisgebleven van werk. Omdat ik last had van mijn nek en ik me ook niet goed kon concentreren. Daarna heb ik dat langzaam weer opgebouwd. Ik ben begonnen met 3 uurtjes en daarna steeds verder. Dat gaat goed. Ik merk wel dat ik mijn werkzaamheden een beetje moet afwisselen. Zodat ik niet al te lang in dezelfde houding hoef te zitten. Probeer aan het werk te blijven. Het kan daarvoor nodig zijn om de werkzaamheden wat aan te passen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door wat vaker pauze te nemen of door regelmatig van houding te wisselen. Lukt het zelf niet goed om dat voor elkaar te krijgen, schakel dan hiervoor de werkgever of eventueel de arboarts in. Probeer in ieder geval te voorkomen dat je thuis komt te zitten. Dit zal het herstel van de nekklachten niet ten goede komen. Nou, ik had nog nooit nekklachten gehad. Ik dacht ook niet dat het iets ernstigs was, maar als het dan een tijdje aanhoudt, dan begin je toch wat zorgen te maken. Dus ik ben naar de huisarts geweest. Nou, die kon me gelukkig vrij snel geruststellen. Nou, bij mensen met nekpijn is er zelden sprake van een specifieke aandoening. In 95% van de gevallen gaan de klachten vanzelf over en is er niks ernstigs aan de hand. Maar neem wel contact op met de huisarts in de volgende gevallen. Als het niet beter, maar juist slechter gaat. Als de pijn na 2 tot 4 weken nog steeds niet is verminderd. Als bewegen van uw nek na 4 weken nog onvoldoende lukt. Als de pijn gaat uitstralen in uw arm. Of als de kracht of het gevoel in uw arm vermindert. Ik ben een behoorlijke stresskip. Maar om dat goed op te vangen ga ik naar de sportschool. Daar doe ik mijn oefeningen. Ik zoek leuke dingen op om te doen. Ga uit met vrienden. Op die manier vang ik een heleboel op. En dan gaat het een stuk beter met mijn nek. Dus ja, dat is fijn. Nou, na het ongeval heeft het wel even geduurd voordat ik weer alles kon doen. Maar uiteindelijk ben ik gewoon mijn dagelijkse bezigheden weer heb ik ze weer opgepakt. Veel bewegen, sporten. Ik zit relaxed in de auto. Bij het snel omdraaien van mijn hoofd ben ik niet bang dat het er weer inschiet. Nekklachten gaan vaak vanzelf over, maar kunnen ook weer terugkomen. Als dat gebeurt, doe dan hetzelfde als eerst. Blijf in beweging, blijf actief.